We gaan dus slapen, we gaan film kijken. Hey iedereen, welkom bij deze gloednieuwe vlog. Vandaag begin ik de vlog wel op een heel raar tijdstip. Geen idee of je het kan zien op camera, maar het is 00:28. Het is bijna 00:30 s'nachts. Waarom begin ik te vroeg zo laat? Precies dat. Waarom begin ik de vlog zo vroeg, maar toch laat? Want ja, het is in principe de volgende dag. Maar in principe is het ook nog vandaag. Maar het is heel raar, snap je? Het is net na 12 geweest. Vandaag is het tijd om voor het eerst te gaan overnachten in mijn auto. In de RS6, maar niet op een normale manier. Zoals je misschien al gezien had. Maar we hebben een ballenbak gemaakt in de RS6. En ja, we gaan erin overnachten. Het is echt verschrikkelijk. Het ligt echt... Het is al laat. Het ziet er misschien heel lekker uit, maar als je langer dan 5 minuten ligt, dan kom je er eigenlijk al achter dat het best wel hard is. Want kijk, die ballen, die kunnen indeuken, maar op een gegeven moment niet verder. Dus op een gegeven moment zijn ze allemaal ingedeukt na 5 minuten en dan is het niet zo zacht. Ik ben aan het cheaten, want ik heb gewoon een kussentje. Hij heeft een kussen onder zijn hol, dat is niet eerlijk. Oké, doe even een prognose. Wat is dat? Ja, vind ik ook. Ik denk dat ik pittig ga. Ik denk dat ik best wel relaxed kan slapen, aangezien ik een kussen onder mijn hol heb. Dus ik heb niet echt last van die ballen en een beetje die bal in mijn zij. Ja, maar ik heb alleen last van die ballen tussen mijn benen. Ja, daar heb ik nou niet echt veel last van. Maar nee, ik denk dat ik op zich al goed ga slapen. Ik zeg het nog niet al te vroeg. Ik heb mijn laptop ook meegenomen. Daar gaan we zo meteen lekker een filmpje op kijken. En we hebben ook bier en dat zit in het dashboardkastje. En weet je wat het lijpen daarvan is? Het dashboardkastje is gekoeld. Dus we hebben ook gewoon koud pils. We gaan dus slapen, we gaan film kijken en we gaan een Q&A doen. Dat wilde mijn neefje heel graag. Dus we hebben op Instagram zo'n ding achtergelaten in mijn story, zo'n vraagding. En we zaten net al te kijken en er zijn heel wat vragen binnengekomen. Dus we gaan zo meteen ook even wat vraagjes beantwoorden. Maar ja jongens, de komende nacht gaan wij in deze kleine cabine liggen pitten. We nemen jullie mee op ons avontuur. En het wordt verschrikkelijk. Leuk. Verschrikkelijk leuk. Zo, die smaak. Hey, je hebt hier 2 pils. Lekker! Toch niet gesponsord. Helaas. Luister dan. We gaan verschrikkelijk slapen. We gaan voor geen meter kunnen slapen. We gaan pijn hebben. We gaan krom liggen. We gaan liggen zweten met elkaar. Gast. Nee, ik heb van die poeder. Ik zweet niet. Anti-zweetpoeder? Ja. Nou, die heb je toch niet overal op je lichaam, of wel? Behalve dus manus. Oh. Nou, komt er nog een stomp erbij ook? Boxels. Nee, maar ik zweet niet mijn naam vol zo. Volgens mij. Hey! Godverdomme. The fuck? Damme. Flikker mijn laptop gewoon uit. Yo, fuck. Flikkert dat pauperding uit. Waarom lijkt iedereen in onze familie eigenlijk zo jong? Al de neven en nichten wij allemaal. Ja, vraag ik me ook af eigenlijk. Is dat beter? Ja, als 80 zijn, zien we eruit 60. Het is tijd voor een Q&A'tje. Het is inmiddels 2:15. We hebben even lekker gechilled. Ja, het is al 2:15. Oh, wat een puiper. Wat een puiper. Oké, de eerste vraag. Gelijk een interessante. Heb je ooit afgetrokken? Afge... Vind ik ook. Ik vind dit wel een leuke vraag. Is het raar dat Don ineens bekend is geworden? Vind je dat raar? Nee. Nee, want het voelt gewoon als een neef. Het is tijd om een poll aan te maken. Wie is het knapst van jullie twee? Dat gaan jullie bepalen, dames en heren. Er komt nu een poll... Fuck. Het is laat. Als het goed is, komt er nu een poll in beeld. En dan mogen jullie stemmen wie is het knapst. Mijn neefje Okke of Don de Jong. Wat zou je zelf zeggen, eerlijk antwoorden? Ja, maar ik ga het niet over mezelf zeggen. Dat ben ik weer hoogmoed en dan krijg ik al dat. Hij vindt zichzelf dus. Vind ik ook hoor, maak je niet druk. Ik vind mezelf niet knapper. Vind je jezelf wel lelijk? Ja. Nee, dat ook nee, weer niet. Nee, tuurlijk niet. Ja, het is een goed beetje. Kijk, ik ken lelijke mensen, ja. Dan denk ik van, wow, nou, dan zie ik er eigenlijk best wel goed uit. Ja, het is toch zo? Jij ziet er ook als mensen in de Alex. Waar je denkt van, jezus, ik kon ook gewoon... Je bent niet lelijk, we weten het. Je bent niet lelijk. Nee, maar dat heb jij ook. Hier een beetje een soortzelfde vraag als net. Wat vind je neefje ervan dat je een YouTuber bent? Wat vind je er eigenlijk van? Ik vind het wel lachen. En hoezo vind je het wel lachen? Ja, weet niet. Beetje, ja. Wanneer voor het laatst seks? 3 dagen geleden. Geen antwoord. Hoezo vertel je het niet gewoon dan? Nee, dat is fucked up. Ga je ook nog millimeteren? Ja. Ben je nog wakker? Nee. Nou, om precies... Wanneer heb je voor het laatst pacha geslagen? Zo, die heb ik echt lang niet gehoord. Pacha geslagen. Maar hoe zou die van zijn achternaam heten, pacha?
Want ja, wanneer heb je voor het laatst spaghetti geslagen? Zo, spijt het kwartje. Ja. Jezus, joh. Het kwartje moest even vallen. Wanneer mijn pacha geslagen. Ik ga helemaal stuk. Ben je blij dat je met school gestopt bent om YouTube te doen? Ja. Ja, ja, ja. Een van de beste keuzes die ik ooit in mijn leven heb gemaakt. En daar ga ik never nooit spijt van hebben. Hey. Zit in de familie. Ja, als twee druppels water. Ja. What the fuck? Ja. Hey, die was ook goed, man. Oké, nou, ik vond het wel even lachen zo eigenlijk. Ik vond het wel lachen. Ja. Ik zou zeggen, laten we onze ogen even dicht gaan doen, nou. Nou, daar ligt hij hoor. Kijk eens. Hoe ligt dat? Lig je prima of niet? Ja, man, serieus. Nou, het moment van de waarheid. Wij gaan proberen te tukken in de snelste ballenbak op aarde. We gaan het beste ervan maken. Het enige wat ik denk nog kan zeggen is slaap lekker. En tot morgen. Tot morgen. Ah, goedemorgen. We hebben vannacht er heel lang over gedaan om in slaap te komen. Kwamen we eindelijk in slaap, werd er heel hard op de ramen getikt, gebonst. Wij schrokken ons helemaal kapot. We zaten gelijk rechtop in die auto, hier om ons heen kijken, waar komt dat vandaan? Kwam het daar vandaan? Rechtsvoor. Kwam het bij rechtsvoor vandaan? Raad eens wie er staat. Mijn moeder. Jongens! 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 Is alles wel goed? Ja, kom even checken hoor. Kom even checken. Gaat alles wel goed? Ja, natuurlijk gaat alles goed. We liggen net te slapen. Godsam, we lagen weer anderhalf uur wakker. Komt ze gewoon even checken, zei ze. Ja, de ramen zijn helemaal beslagen. Ja, nou en? Nou en, man. We weten dat je het goed bedoelt. Maar we hebben zo lang erover gedaan om in slaap te komen. En nou slapen we eindelijk. Godverdomme. Domme. In ieder geval, hey iedereen, goedemorgen. Van de cijfer van 1 tot 10, hoe heb je hier geslapen? 2, 3. En ik heb echt een 8. Ik heb echt, het valt mee. Voor jou zie ik het somber in, maar voor mezelf, top. De ramen waren net nog meer beslagen dan dit. Echt nog 10 keer zo erg. Ja, dus we hebben even de auto aangezet. En de raampjes op een kier. Ik weet niet of je dat kan zien op camera. Maar joh, we hebben ook gelachen, hè. Ja, man. Want we hebben ook lang erover nagedaan. Of we hebben er ook lang over gedaan om in slaap te komen. Omdat we gewoon ook echt tering veel aan het lachen waren. Nou, wat staat er zo op de planning? We gaan die hele pauper zo opruimen. Ja, nou, wat staat er zo op de planning? Hoe naar school? Ik heb digitaal les. Online les. Voor de... Dat dus... denk ik eindelijk vakantie hebben, heb ik nog niet. Goh, nee, ja. Ik dacht niet van je af. Ik kan me ook een beetje blij zijn dat het allemaal doorgaat. Maar weet het, ik ga zo meteen even een uurtje editen. Gaat hij een uurtje aan school? En daarna gaan we weer verder met de dag. Gaan we dit opruimen. Maar het is een ravage. Kijk eens even. Kijk er eens. Verschrikkelijk. En normaal zit natuurlijk een glazen dakkie. Die heb ik dicht gedaan. Dat is echt chill. Had iets minder licht. Maar we gaan zo even opruimen. Ik heb niet heel erg veel last gehad van die bal in mijn rug of zo, man. Alleen van jouw bal in mijn rug af en toe. Ja. Zal ik eens aan jullie laten zien hoe ik uit dit ding moet komen. Let op. Moeten we... deze open doen. En deze open doen. En dan. Want ik kan niet in één keer zonder het dakkie. Dan ben ik heel lang aan het kutten. Dan ben ik net te lang voor. Hop, twee. Zo. En dan. Oh. Hoppa. Nou, ga je dan even leren? Dan ga ik even lekker editen. Ja, ik heb weer een vlogje afgeëdit en nu is het tijd om de kutzooi op te gaan ruimen. Yes! Are you there, bro? Voel je goed? Ja, ik ben niet echt moe. Maar je bent ook niet echt fit? Nee. Ik voel me gewoon lineair. Nou, het is tijd om de ballen te gaan opruimen. Je kan op verschillende manieren opruimen. Je kan deze zakken pakken, de auto ingaan, de ballen in de zakken doen en dan is het gewoon binnen een paar uur klaar. Maar dat gaan we natuurlijk niet doen. We gaan de auto een stukje naar achter rijden, precies. Hiervoor. En dan gaan we de achterklep open doen en dan tieven alle ballen de garage in. En we hebben zo'n hoekje afgezet. Maar het is gewoon leuk om even te zien. Even die ballen kletteren. Ik denk dat hele... Ja, maar dit gaat overstromen natuurlijk. Want dit...
Is... Als het allemaal naar buiten wijd zijn we de lul. Ik denk dat het heel satisfying wordt. Dan kletteren al die ballen zo eruit. En ik denk eigenlijk dat het makkelijker opruimen is als ze er allemaal buiten liggen. Ja, met die kussens kan je het hoger maken, man. Ja, perfect. Perfect. Oké, je moet even oppassen dat als de klep open doet, dat hij niet hier tegenaan komt. Ja! Anticlimax, ik dacht dat er veel meer uit zou komen. Kut, sorry. Ik ga achterin zitten, ik schuif. Filmen. Ja, voor jullie duurt het maar een paar seconden. Maar wij zijn even bezig, kijk eens. Lekker hoor. Daar liggen nog wat balletjes. Daar ligt nog een volle zak onder de jas. We komen ergens, alleen moeten we voor ook nog doen natuurlijk. De achterbak is helemaal leeg. Maar... Dan hebben we dit nog. Daar zo. En dan hebben we dit nog. En dit zit helemaal hierin. Weet je wel waar normaal je voeten zitten. Dus werk genoeg. We hebben toch een geweldig plan, jongen. Kijk, dit is. Duct tape lost alles op. Dit gaat werken. Dit gaat 100% werken. Oké, let op, hè. Nou... Nog helemaal niet zo heel slecht. Nog niet zo heel slecht. Er gaan er maar 3 of 4 ballen uit. 5, 6, 7, 8. Nou, heel wat ploeteren later zijn we klaar. Alle ballen zijn weer opgeruimd. Niffo, wat gaan we nu doen? Oh, nee, wacht. Elleboog, hè? Bobo. Snoepje. Kom maar. Kom een snoepje halen. Oh, ja, dat weet Bobo wel, hè? Hallo, gaan we mooi zitten? Zit. Poot. Goed zo. We hebben hier zo een heel mooi trommeltje. En in dat trommeltje zitten allemaal lekkere dingetjes voor Bobo. Ik heb hier zo een heel lekker kluifje chicken and beef voor Bobby. Ja, ga maar. Neem hem maar mee. Ja, ga maar. Kijk, en dan gaat ze altijd op het kleed liggen daar. Dan gaat ze hem opkouwen. Hey, smakelijk, Boop. Ik heb hier een karton. Ik heb hier een doos. En in deze doos zit 5 kilo snoep. A.k.a. er zit gewoon 5 kilo suiker in deze doos. En het is geweldig. Ik heb allemaal buitenlands snoep besteld. En dat zit in deze doos. En dat ga ik testen voor de vlog. Niet in de vlog van vandaag, maar binnenkort. Dus dan weten jullie dat dat eraan komt. Ik zou zeggen, vergeet zeker niet te abonneren. We hebben natuurlijk de millicounter. We zitten bijna op 75%. Dan zijn we gewoon op 3/4 deel van de 1 miljoen. Dus ik zou zeggen, vergeet zeker niet te abonneren. Waarom komt het vandaag dan? Hè? Welke website heb je dan vandaan? Ja, daarvoor moet je abonneren. Welke website heb je daar besteld dan? Ja, geen gratis sponsor. Hé, maar heb jij ook zo'n zoete doos? Zoeter. Goedemorgen, kijk eens even. Aardappeltjes uit de oven. Dan hebben we hier hele malse kip. Dan hebben we hier een hele malse vrouw. En dan hebben we hier sla. We gaan kapsalon maken. En dat ziet er dan zo uit. Buon appetito! Dat waren goede chaps, maar dames en heren, dit was de vlog. Ik wil jullie zoals gewoonlijk heel erg bedanken voor het kijken naar deze vlog. Ik ga jullie morgen zien om 5 uur. Dames en heren, ik ga nu zeggen wat ik altijd zeg. En dat is tot de volgende video. Later. Het laatste coronanieuws. In Rusland mogen ze nog maar met z'n drieën in de auto. Virussen is te veel.